Investeer in Utrechts OV voor een gezonde groei van Nederland. 2 lightrail-lijnen en een nieuw treinstation geven ruimte om meer woningen te bouwen, stimuleren het economisch herstel en houden Nederland bereikbaar. Vandaag deel 2 van 6. De regio Utrecht is een van de meest competitieve regio's van Europa. Duurzaam leven en gezondheid, daar vinden overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen elkaar op. Hier midden in het land, met een uitstekend vestigingsklimaat. Maar alles staat of valt of we bereikbaar blijven. Of we die groei kunnen accommoderen op een duurzame manier. Het openbaar vervoer heeft een boost nodig hier in het centrum van het land. Om het land ook met de nationale opgave vanuit de sterke Utrechtse economie verder te helpen. Ja, het Utrecht Science Park is een unieke kennisconcentratie met meer dan 27.000 werknemers en 50.000 studenten. Ziekenhuizen, universiteit, hogeschool, onderzoeksinstituten. Maar met name is van belang dat ook R&D-bedrijven, dus research and development bedrijven, de onderzoeksresultaten kunnen oppakken om die om te zetten in producten en diensten. We zien hier achter ons een nieuw R&D-gebouw waar straks meer dan 500 mensen kunnen werken. Het is natuurlijk niet alleen een maatschappelijk, maar ook een enorm economisch belang dat het gebied hier verder kan groeien. En dan is het goed dat het gebied ook duurzaam bereikbaar is. En daar zou een lightrail enorm aan kunnen bijdragen. We zien de enorme meerwaarde al van de tram op dit moment. En dat kan alleen nog maar worden verbeterd. De life sciences en de health die concentreren zich hier in bedrijvigheid en in kennisinstellingen op het Utrecht Science Park. Met ook onze locatie in Bilthoven, waar de vaccinatieindustrie booming is.